Jij bent het weekend de mol. Probeer zoveel mogelijk teamopdrachten en persoonlijke opdrachten te saboteren zonder dat anderen het door hebben. Aniek, niet iedere opdracht is volledig persoonlijk. Jasper, zorg dat je van 3 personen hun opdrachten weet voordat deze al is uitgevoerd door de persoon. Ja, vertel dit voor de camera. Ik zit bij Wout in het team. Ik vind hem niet zo chill gozer. hij is zwart van buiten, maar wit van binnen. Met een stad met skinny nipple of zo. Dat vind ik echt een kut. Tyfus. Dit is mijn goede kant. Maar ik ben echt sinds ik hier ben al zoveel afgevallen. Ik krijg echt nauwelijks te eten. En echt, het is echt zo zwaar, jongens. Het trekt gewoon echt niet. Het zijn gewoon echt de rotste dagen van mijn leven. Ik wil gewoon naar huis, ik wil mijn familie zien. Ik mis alles en iedereen hier. Nou ja, hier dus niet, maar... Ik weet het gewoon echt niet meer. Mag de camera even uit? Wouter is een klootzak. Zorg dat je hele weekend een mooie stoelkast draagt. Zorg dat iemand ontbijt op bed voor je maakt. Dat is lastig, want ik heb meekal al ontbijt op bed. Heb je allemaal kruimels in bed? Ik heb helemaal niet op. Het is karig. Dus, Nou, we zijn nu vandaag bij het Fort Hell. Voor het, wat is het? Escape Room. Daarna moesten we uiteraard wat opdrachten doen van Crazy Idiot. Dat was super leuk. En goed. We hebben zelf ook een opdracht voor onszelf verzonnen. En dat was dat we onderling moesten stemmen voor de beste organisatorische persoon. En dat vonden we eigenlijk Saskia. Dus Saskia, we hebben een prijs voor jou. Makkelijke keuze. Dat was inderdaad een makkelijke keuze. Nee, een rare pan. Dat is dus wij hebben een. De eerste prijs is voor jou. Willen we even deze geven? Alsjeblieft. Alsjeblieft. En dan gaan we even filmen hoe jij dat uitpakt. Ik denk dat deze goed gerekend wordt. Het is een, het is echt unaniem en bovendien, ik was je nog iets te goed. Mag je nog vasthouden? Ja, want weet je, dit is niet zomaar een beker. Dan mag je even vasthouden. Dit is uiteraard niet zomaar een beker, want kijk eens, er staat Saskia de Vlijt op. En ja, aangezien het een prijsbeker is. Die van jullie is blauw. Ja. Zo, even... We moeten ook proosten natuurlijk. Ja, we moeten inderdaad even proosten. Goed bezig, Arjan. Zo, pakken we zo wel even op. Even voor de helft. Proost. Aangezien dit een prijsbeker is, vind ik dat wij er ook uit mogen drinken. Cheers. Lekker. Alsjeblieft. Dankjewel Saskia voor een heel leuk, alvast een succesvol kamp. De kamp weekend. Ja, cheers. Dank je. Net in de bus geweest. Super spannend. Super vet. Het was echt mega leuk. Het gaan wel. Dat hebben we niet gezegd. Zoals Robinson geintje. Fucking vet. Echt bizar. Heel leuk. Ja, ik mag Wouter nog steeds niet. Ja, maar nu echt goed. En hoe komt dat? Ah, ik heb niet mag. Heb je zijn hoofd gezien? Dat ziet er niet uit. De vordering van het weekend en mijn opdracht is dat Saskia waarschijnlijk dacht dat het een super moeilijke opdracht zou zijn. Nou ja, dat is wel niet zo. Het komt wel niet uit. Komt helemaal goed. Het zit in de pocket. Yo. Ik spreek je mooi. Ik kan het een stuk beter vinden met iedereen dan ik eigenlijk had verwacht. Want, ja, nou, ik heb natuurlijk ook maar met een aantal mensen van school die tijd opkomt en om de scouting eventueel mee te praten. En die kan ik best wel goed vinden, dat is eigenlijk ook wel. Ik wil Aniek even bedanken voor deze hevige havening van mijn hand. Ik heb me een zware pijn gedaan. En een beetje irriteren was genoeg reden om jou uit de tent te lokken. En daarmee
en te bedanken voor het voltooien van mijn contract. Een geintje vertellen. Ik weet, ik ontmoet die Joost. Joost is mijn grootste vriend in deze standpunt. Saskia heeft hem dood laten gaan. Joost was mijn grootste vriend. Ik gaf hem aan Sas. Hij vloog het verst van allemaal. Hij is dood. Sas heeft hem dood laten gaan. Mooie Joost. Joost, de gele bubbel. Nick, ik mag dat niet. Oh. Even zwaaien naar de camera. Hallo GoPro. Hallo Nick. GoPro. Hallo GoPro. Oké, Nick, doe het zo goed. Nick, je instructievideo is onduidelijk. Mijn lul zit vast in de toilettas. Hoe dan?